Dus ja. wanneer, wanneer was voor jou het moment dat ik dacht: van, Oké, okay, het is leuk geweest? Wie is, een baby die je hebt, uh, die, die, die hebt gemaakt. Het is, het is een enorm succes. Je komt, je komt op plekken. Uh, het is geweldig. Je verdient er bakken met geld mee. Maar op een gegeven moment was het. Of kwam dat daarna? Wat, wat was voor jou het moment? Van? Nou, een pivotal moment in mijn leven was wel dat ik een soort van vader werd. Mm -hmm. En dan ga je je prioriteiten toch anders inrichten. Ja. En daarvoor was het gewoon werk nummer één. Ik ook niet altijd lekker in de race, en uh, toen had ik een soort van insight van: Ja, ik wil die eerste jaren van mijn kinderen er gewoon zijn, en dat is niet in, in geld misschien uit te drukken qua waarde, maar wel emotioneel. Of weet je, dus, het is een soort cliché van iedereen die op zijn sterfbed zegt: Van uh, of, niemand zegt op zijn sterfbed ik waarde dat ik meer gewerkt had. Ja, dus die insight had zoiets van, oké, okay, fuck it. Als het nu kan, dat ik even niks doe en gewoon uh, thuis ben en die, die eerste 18 jaar meemaak mee van mijn kids, gewoon fulltime. Achteraf gezien, ook een crazy start-up. Um, het is super goed om eigenlijk uh, niet fulltime dat te doen, maar uh, ook daar een balans in te vinden. Dus je, werken werd echt gewoon, uh, was meer vakantie. Mm -hmm. um, Ah ja, weet je, een, 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 een fast, een, een, een soort van hyper growth start-up en een gezin, dat gaat niet goed samen. Dat is soort van, als je, ik dat vloog op wel, maandag ja. naar LA, ik was op vrijdag terug en dan moest ik een soort gezellig de familieman uithangen. Ja, dat werkte gewoon niet. Dapper van je dat je, dat, dat je een soort van zoiets hebt van, oké okay, ja, ja het, is, het is een crazy avontuur en wie weet wat er in potentie nog meer ligt. Maar ja, het was ook niet een voor. populaire beslissing nee. en dat ik uh, überhaupt in de tech zie, uh, veel founders... Uh, Kiezen toch voor de business. Zag uh. je daar mensen dat je zag van... Ik wil niet als jou worden, man. Je bent succesvol. Je bent de, de, one of the guys in, in Silicon Valley. Maar ik wil niet... Ik wil ja. niet, ik, ik, nou, continu, ja. Ja? Ja. Dat is waar. Ja, uh... Je leert meer van mensen. Dat, dat heb ik persoonlijk. Nou, nou, als ik naar mensen kijk, denk ik van... Ik wil niet als jou worden. Want iedereen heeft het over voorbeelden tegenwoordig, ja, ja. toch? Van, joh, hij is mijn grootste voorbeeld. Of, of hoe hij het heeft gedaan. Uh, moet ik het doen? Wat eigenlijk sowieso... Een, Crazy ideas, want hoe die persoon het heeft gedaan, die manier is er en dat kan je niet kopiëren. Maar ik leer heel veel van mensen omheen kijken naar: nou, man, hoe jij doet, zo wil ik niet oud worden, zo wil ik niet meer leven ja, leiden. Of niet alles, weet je ja. Het leuke is is dat je wel, als je in de nabijheid komt van mensen die ook iets stofs doen, dat je ervan kan leren. Maar het gaat erom dat je distilleert voor vo hoe je het voor jezelf wilt ja. laten werken, volgens ja. je eigen normen en waardesystemen en dan je eigen weg navigeren. Ik denk dat dat een skill is die heel waardevol is. En uh, als je, weet je, copy-paste, dat werkt sowieso niet. Want nee. je bent niet een ander. Je nee, bent precies, jezelf. Precies. En niemand kan uh, compete met jou. Exact. Dus ja, dat je is. In ieder geval. Dat ik, ik vind het tegenwoordig ook, weet je, ook met podcastverhalen, interviews. Iedereen denkt heel erg van: ik wil als deze persoon worden. Dat is zo, dat vind ik zo zonde. Dat ik denk: van je kan wel elementen pakken, dat is natuurlijk. Nee, is maar iedereen sure. wil het, is zo, het is zo. Maar dat is ook logisch, toch? Het is gewoon: het, het zijn vaak ja, jongere mensen. Het, ja. is, het is een soort van onzeker, ki kinderlijk uh, perspectief naar ja. hoe de wereld werkt en dat is oké. Okay. Dus, die naïviteit is ook leuk. Idealiter zorgt die ervoor dat je gaat proberen met dingen en dan ga je een paar keer op je bek, maar daar leer je van. Ja. Als je als je gewoon tot, tot aan je dertigste moet je gewoon vet veel shit proberen en uh, al die ervaring neem je weer mee in je in, in, in dan een nieuw avontuur ja. en dat de waarde daarvan zie je pas in als je bijna veertig bent. Ja, ja. je ja. bent op tijd, nee, oprecht. Want dat is echt een stap dat je zegt: Van je komt in een nieuwe wereld, Silicon Valley, wie transfer gaat lekker. Dat je zegt: Van, ah, maar sorry man, dit is niet voor mij. Doop dat dit. Vet hard gehad, maar nee. my kids. Vind je dat je er genoeg uit hebt gehaald? En niet eens per se financieel. Maar nee man, het dat had veel meer moeten zijn. Ja. <laughs> nee. Hey. Op dat vlak heb ik wel mogen leren dat genoeg is meer dan veel. Ja. hele wijze les van degene die mij dat uh, meegaf. Um, want ik zie mensen met mensen met 100 miljoen willen een miljard mensen met 1 miljard willen 3 miljard Weet je wel? De, die, die red race die stopt nooit mm. het ja. is insane om dus wil jij een miljard of het, het is irrelevant voor mij yeah. het is collateral damage het is een soort van ik ben niet op die manier, kijk ik ernaar omdat ik die mensen heb mogen ontmoeten en dan zie ik van ja, dat, dat wil ik niet mm. dat we niet tevreden kunnen zijn yeah. terwijl je ja, meer dan een miljard waard bent dat, dat vind ik